Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 10 juli. Er zijn zonnige perioden in een groot deel van het land en wolkenvelden, en in het zuiden valt hier en daar een bui. En vanavond neemt die buienactiviteit nog wat toe, met name in het zuidoosten en oosten van het land kunnen er dan een paar buien vallen. Maar door de opklaringen die er vanmiddag zijn, is de temperatuur aardig opgelopen. En dat is voorlopig ook even de laatste dag dat het zo warm wordt. De temperatuur die liep vanmiddag op in het zuiden naar zo'n 26 tot 27 graden. Als we naar het weermodel kijken, dan zien we dat morgen die maximumtemperatuur niet veel hoger uit gaat komen dan zo'n 21 tot 22 graden. In het noorden is het ook wat frisser. komt omdat er dan meer bewolking is en er valt zo nu en dan een licht buitje. Ja, vanmiddag zijn er ook wat buien, met name in het zuidwesten van het land. Aan het begin van de middag en later vanmiddag. En ook vanavond kunnen er in het zuidoosten en oosten van het land wat buien vallen. Dan is er ook kans op onweer. Vanavond, later vanavond en ook vannacht neemt de buienactiviteit geleidelijk aan wat af. En morgen moeten we dan rekening mee houden dat er vrij veel bewolking is en dat er dan overdag opnieuw af en toe een buitje kan vallen. Nou vanavond dus ook bij temperaturen zo rond de 20 graden, als de zon ondergaat. En een wind die uit het zuidwesten waait en zwak tot matig is. Vannacht daalt het kwik dan uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen maximum temperaturen van 19 tot 23 graden. Er zijn vrij veel wolkenvelden en soms valt er een bui. Ik denk dat de zon ook nog wel af en toe doorbreekt. In de loop van de avond gaat het vanuit het zuidwesten langdurig regenen en ook woensdag overdag is het nat met flink wat regen hier en daar. Het is wel zo dat het in de middag vanuit het westen gaat opklaren. De wind die draait dan naar het noordwesten, wordt matig tot vrij krachtig en de maximumtemperaturen die komen niet veel verder dan zo'n 17 tot 20 graden. Donderdag, dan passeert er een hoge drukgebied en blijft het overal droog. Er is ook ruimte voor de zon. Maar de wind waait nog wel uit het noordwesten. En dat betekent maxima temperaturen zo tussen de 20 en de 21 graden. Op vrijdag gaan er weer een aantal buien vallen. En ook in het weekeinde is het nog licht wisselvallig. Maar we zien wel een tendens. Want de temperaturen die deze week zo rond de 20 graden liggen, die liggen volgende week weer wat hoger. En dan komen we uit op zo'n 23 tot misschien wel 25 graden. En ik zal dat lijntje ook even tegengeven. Al met al, dus herstel volgende week. Met een hele aardige Hollandse zomerweek, denk ik. Met zonnige periode en droog weer. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.